Toch weer terug naar Stiletto dan maar, hè? Snel beneden daar. Ah, mijn onderbroek zit echt als een string in mijn rug. We hadden het net over de dood. Supergoeie dingen waar je het even over moet hebben. Nee, maar het is wel tof. Het is wel heel tof. Het is echt een super gevoel, weet je. Het weten dat je misschien wel dood gaat. Beter dan seks, toch? Beter dan seks. Ja, beter dan seks, ja. Nou, liever zou ik nog even seks willen hebben. Hoe denk jij erover? Ja, ik weet niet, hoor. Nee, ik heb er niet veel vertrouwen in. Staat hoog. Ja. Wauw, vriend. Ik heb nog steeds pijn. Dit was echt zo vet. Dit is niet normaal. Woe! Leuk, hè? Dankjewel, man. Mooi! Yes. Kun je nog wel optreden? Nee. Oké. Okay. Nee, dat gaat wel lukken. Maar het was wel heel tof. Nou, het terrein staat vol, ze staan te wachten. Ja, ik zag het, ja. Ik heb er zin in. Ik moet wel zeggen, toen we uit het vliegtuig sprongen, dat ik echt even tijdens die vrije val had van wow, what the fuck, overkom me nu. Want ik dacht ook nog dat we een tijdje op dat randje zouden zitten en nog even doornemen wat we precies gingen doen. Maar hij zei, nee, we gaan nu gewoon, hup. Ik zei, oké, wow. En toen hingen we zo. En ik weet nog dat ik gewoon alle hoeken voorbij zag vliegen en alles zo zag gaan. Voor mijn gevoel dan. Voor jou was het waarschijnlijk gewoon, nou, we vallen beneden. Maar. En dat ik toen wel even dacht van wow, als dit nog heel lang doorgaat met al het heen en weer tollen, dan ga ik zo meteen over mijn nek of zo. En toen in één keer zag ik de cameraman ook en die zei, je moet je handjes zo, mag nu vrij.
Is dit een Stereo Sunday? Ja, dit is een Stereo Sunday. Dit is, dankjewel. Zo. Het gevoel alsof ik in een wasmachine heb gezeten ofzo. Verlo! Los je op, vlieg, hak uit, vannacht. Kom, we brengen het beest naar buiten. We zetten nog de devil in. Second.